Een hele goede dag, dames en heren. Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekendvlog. Dat is Myrthe. Waar is ze nou? Oh, daar. Goedendag. Nee, leuk dat je weer kijkt. We zijn nu in Maastricht. Ik ben rechtstreeks uit stage hier naartoe gegaan. Mette is rechtstreeks vanuit Tilburg hier naartoe gegaan. En Isabelle vanuit Zittar. En we zijn allemaal samen in Maastricht. Voor één groot leuk doel. En dat is de vlogparty van Peter. Ik heb heel veel zin. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien binnen. En überhaupt hoe het gaat zijn. We zijn een beetje laat ook. Want het is om 7 uur begonnen. Om half 7 in de deur open. En het is nu... Bijna 8 uur. En het lijkt nu allemaal heel leuk hier buiten, dat het niet zo heel slecht weer is. Maar het regent tering hard. That's me, man of the year, I'm flinky. Had a couple that won't be. Nou Isabelle, wat vind je ervan? Ja, het is een hele goede chips hebben ze hier. Nee. Lekker drinken. Nee, is wel leuk. Het viel me nog mee hoeveel mensen er waren. Want die rijden heel maar niet op. Dus ik dacht dat klopt. Ik vond het ook wel best wel heftig. Ik vond het wel heel erg leuk. Waarom gaat de muziek naar uit? Peter een toespraak houden. Peter gaat praten? Of de stroom is op. Ik denk dat de stroom op is. Hey. Maar het was echt serieus heel erg leuk. Ik heb echt genoten. Het is nu voorbij. En ja. Ik loop ook even. Ga je opnieuw opnemen? Nee, dat hoef ik niet opnieuw op te nemen. Gaan we hier nadoen? Zeker niet. Kijk, ze wil de titel laten zien. Gewoon voor de buitenwereld. Je moeder, je vader, mijn moeder, mijn vader zien het allemaal. Maakt niet uit. Leuk. Peter, ik vind het wel echt leuk wat je hebt gekregen. Leuk hè? Ja, ik heb er nog in. Wat? Zo ontzettend leuk. Wil je hem even volgen op Instagram? Oh mijn god. Die was fout. Dus 2 punten eraf. Ik kan dadelijk ook nog horen. Oh jongens, dat was hem dan. Kijk, het lijkt net de auto van Anselm. Die laatste verlichting hier. Oh, niet normaal. Holy shit. Lijp. Netjes. Of nee, toch niet? Ik sta op de camera. Oh, Myrthe er niet in. Oh ja, we zijn Myrthe vergeten. Ja, die moet achter jou, Bas. Kan we doen voor de vloggers of we Myrthe zijn vergeten. Oké. Wacht. Sorry voor dat allemaal. Welkom bij mijn boutique. Boutique? Ja, zijn we niet klaar? Ik ben wel blij dat jij even wat voor mij vlogt. Ja. Zo, we zijn weer thuis. In mijn bed. Oeh, we mogen weer beter zijn bed slapen. We weer maken. Maar. Ik heb hem naakt. Oh nee, ik ben naakt. Heftig. Maar. Ik ben even de oksels aan het wassen. Even oksels wassen. Isabelle is naar achter gevlucht. Ja, dat snap ik wel. Oh ja, dat is een beetje heftig. Ja. Maar we gaan nu even omkleden, opfrissen en dan gaan we de stad in. Ik heb er heel veel zin in en het was echt een hele leuke meeting. Oh, nu ben ik even kapot van de trap lopen. Oh, en ik heb ook heel veel op de foto gemoeten trouwens nog. Uiteindelijk bij de meet and greet. Tag me even in jullie foto's. Vind ik leuk om te zien. Nou jongens, de day after. Ik sta weer in Heerlijn. De auto op te halen van Peter. Ik heb de sleutel gekregen, zijn pinpas gekregen, een parkeerbonnetje gekregen. En nu ga ik even terug vanuit Heerlijn naar Brunsum rijden om vervolgens even te eten. En dan ga ik lekker samen met de trein pakken naar huis. Ik heb ook wel zin om weer eventjes lekker naar huis te gaan, want ja, wilde me thuis zijn. Daarnaast ook is mijn telefoon klaar. Want ik heb natuurlijk nu deze telefoon. Dit is een iPhone 6S van mijn moeder. En die heeft ze mij gegeven om te lenen, omdat mijn telefoon kapot was. Nou, vandaag is dus een bericht gekregen dat ik de telefoon kan ophalen. Oh, even het lichtje aan doen. Ja, hoi, daar ben ik. En ja, ik kreeg een berichtje dat hij klaar was. Ja, goed verhaal weer, lekker kort. Ik ga rijden naar Brunsum. Nou, lekker boodschapjes gedaan, heerlijke broodjes gehaald. Knakworstjes, die staan daar. En daar is Myrthe. En Myrthe is ook nog eens lekkere eitjes aan bakken. Oh, super lekker. Heel veel zin in. En Katja, waarom zit je nou weer op het aanrecht? Ja, ik stink. Oh no. Maar knakworstjes. Oh jongens, even heerlijk ontbijten. Mette heeft echt lekker ijs gebakken. Ze zijn klaar. Knakworstjes, broodjes. Verse jus. Och jongens, wij gaan genieten. We zijn weer heerlijk thuis, echt heel erg chill. Ik ging straks nog naar de winkel toe om mijn telefoon te halen, die heb ik opgehaald. Als het goed is, is hij gemaakt, maar hij doet verder nog niet zo heel veel. De accu was kapot, zeiden ze. Ik hoop dat dat het is, maar we zien het vanzelf. Misschien later op de avond dat hij het wel gaat doen. Mette heeft ook eindelijk de telefoon laten maken, dus de hele krassen van het scherm zijn weg. Geen scherven meer in je handen. Nee, zo heftig was het niet, maar... Zo heftig. Wel heftig. Oh, het was wel heftig. Er moest zelfs een foto en ding overheen, zodat je geen... Geen scherm in je hand kreeg, inderdaad. Klopt wel een beetje. Ja, mee rondgelopen. Dat is best heftig. Maar gisteravond was een hele leuke avond. We zijn lekker op stap geweest. En Myrthe en Isabelle, die vonden het zo grappig om iets uit te halen bij mij. Ik zou zeggen, kijk zelf maar. Nou jongens, ik moet even werken. Ik heb een drone daar zo bij me. Ik ben nu in Waalwijk en ik moet even een huis gaan filmen tussendoor. Maar ik moet even een huis gaan filmen, want ik moet natuurlijk ook werken. Ook al is het eerste paasdag, werken moet ook gebeuren. Het werken zit er weer op. En Myrthe is even Nanoe aan het uitlaten. Wow, wow. Het is super sterk, of wat? Het is super blij. Oh, Nanoe. Rustig joh, gek. Wat de hel. Het gaat allemaal goed. Wat is ze aan het doen joh? Ik weet niet wat ze aan het doen is. Ze zijn het aan het trekken. Wat ben je aan het doen? Nanoetje, wat ben je aan het doen? Het is echt sterk. Ja, het is echt sterk. Oh. Nou, het werk zit erop. Het is goed gegaan. Het is alleen een beetje bewolkt en jammer van het weer. Maar ja, nu gaan we even lekker lunchen. Het is 4 uur. Goed, lekker lunchen. Nou jongens, we hebben onze lunchplek gevonden. Buiten. Buiten. Met dekentjes. De warmingslamp zit wel aan. Inderdaad een dekentje, dat is wel heel erg chill. En echt lekkere kussentjes hebben ze hier trouwens. En Nanoe, Nanoetje, je bent voor de eerste keer mee op het terras. De eerste keer met jou. De eerste keer met mij, ja oké. Maar we moeten wel oefenen voor op het terras, want deze zomer gaan we weer terrassen. En dan moet zij natuurlijk ook mee kunnen, anders ja, is het ook zo kut. Dan moet je minimaal een bepaalde tijd wegblijven. En waarom ben je aan het ruiken onder mijn voet? Wat is er zo interessant onder mijn voet? Nanoe. Schijt. Nanoe? Oké, nou ik snap er niks van. Jongens, dit is wel echt top. Breekbroodje met hagelslag, chocoladepasta, jam en pindakaas. Och, top. Wat ben je nou aan het piepen? Jongen, jongen, altijd maar piepen. Slecht leven heeft ze, hè? Ja, bizar. Slecht leven. Jake, your father always said he wanted you to be a pilot. Hey schat, wat vond je van de film? Dat was wel prima. Ja, ik vond het serieus heel erg leuk. Ja, ik vond hem wel leuk, maar ik had niet verwacht dat het zoveel actie zou zijn. Ik hou juist wel van veel actie, anders is het saai. Ja, dat is waar. Maar het is wel een aanrader om naartoe te gaan. Alleen, het is... Klinkt enthousiast. Ja, ik klink niet echt super enthousiast. Het is op zich wel een aanrader, maar het enige probleem is dat we van tevoren wel dachten dat we een... Hoe noem je dat? Ik wist überhaupt dat we één zouden moeten gaan kijken, maar dat was dan helaas niet zo. Het was wel mooi dat we dus één niet hoefden te kijken. Wat ik dus zei was dat je dus één niet per se hoeft te zien of te hebben gezien voordat je dus Pacificum 2 kijkt. Wat ik wel had verwacht, omdat het toch best wel een alien, robot, dat soort verhaal is. Verder was het best wel een leuke film. Alleen, ja, niet super speciaal. Het is wel een beetje Transformers weer, hetzelfde. Oh, ik liep tegen de muur aan, daar. Wow. Tegen een paal. Maar ja, het is een beetje Transformers / alien iets en op zich wel leuk, maar nu naar huis. Zo, volgende dag zijn we weer in de winkel. Shoppen. Hey. Oh ja, en jongens, ik ben dus net naar de winkel geweest om mijn telefoon nog eens in te leveren, want daar was dus kapot gegaan. Ja, kapot gegaan. Ik had hem weggebracht en we dachten dus dat de accu kapot was. Was het uiteindelijk niet zo, want uiteindelijk laadde die nou alsnog niet meer op. Oh ja, en de muziek staat tering hard, want er zit ook nog een dadenbok. Dus het is niet heel gek dat die heel hard hoort. Maar, ja, het is dus zo dat mijn accu, denk ik, niet kapot was, maar alleen die connector. Dus ze gaan nu kijken en ze bellen me zo meteen op mijn telefoon die ik nu nog heb. Hallo Myrthe, ja ik zie je daar zo lopen. Ik moet meteen kijken, dus ik hoop echt dat ik vandaag mijn iPhone 7 Plus terug heb. Want ik mis hem echt jongens, ik mis hem echt. Oh, zo chill en zoveel foto's die erop staan die ik terug wil hebben. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware, keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. Like a blazing flare. Just stare cause the flames will burn us. Ja, dan kijk ze wel. Kijk, daar is ze. Nou, helemaal top. Die is er dus ook bij. En dan gaan we lekker naar huis rijden. En het is eigenlijk de dag, of eigenlijk de zondag. En het weekend, of de zondag trouwens, het is maandag. Dit paasweekend er weer voorbij. Het was best wel een chill paasweekend. We hebben best wel leuke dingen weer gedaan. En we zijn natuurlijk in Limburg geweest. De stad geweest. Oh, ik zit er ook op. Ja, ik zit er ook op. Het is allemaal haar, zit tussen mijn tanden en te halen. Dat maakt verder niet uit. Maar er was hem weer. En jongens, dank voor het kijken. Leuk dat je weer hebt gekeken. En ja, tot misschien wel volgende week, misschien wel niet. Misschien wel zelf. Dat was niet naar nieuw. Oh, er waren wat dingetjes die achtervielen. Ik vergeet soms. Dat was de Red Bull die daar ligt. Okay. Die. Ja. Maar tot volgende week misschien. We zien het vanzelf.